De E34 vertoont nog meer scheuren en putten dan gewoonlijk. Vanochtend raakte ter hoogte van afrit Waaslandhaven-Oost een vrachtwagen en een personenwagen betrokken bij een ongeval. Het agentschap Wegen en Verkeer besloot daarop dat het wegdek in zo'n slechte staat verkeerde dat de baan moest worden afgesloten. We hebben toen vastgesteld dat het toch om een relatief ernstige wegverzakking gaat van de rechtse rijstrook. En waarbij alles duidt dat eigenlijk de regenval van de voorbije dagen daar toch verantwoordelijk is voor de schade die zich daar voordoet. Het is niet de eerste wegverzakking die zich hier voordoet. En de meeste bestuurders die de E34 expressweg regelmatig gebruiken, rijden hier over de linker rijstrook, omdat het rechtervak er zo erg aan toe is. Minister van Openbare Werken Hilde Krivits kondigde daarom 2 weken geleden nog een structureel onderhoud aan. Het is inderdaad zo dat het expressweg richting Zelzaat over een bepaald stuk inderdaad technisch is afgeschreven. De voorbije jaren heeft het Vlaams Gewest, zeker in het Antwerpse en daarbuiten, heel sterk ingezet op het inhalen van die onderhoudachterstand op die autosnelwegen. En dat wegvak staat eigenlijk volgend jaar geprogrammeerd. Het verkeer moest tot in de late namiddag omrijden via een parallelweg en dat zorgde voor een lange file. Zondagmorgen wordt de autosnelweg opnieuw een tijd volledig afgesloten voor voorlopige herstellingswerken. De rechterrijstrook zal nog zeker tot zondagavond afgesloten blijven.